Hoe maak je een mooie thumbnail in Canva? Ga je naar canva.com. Ik heb er al een account. Jij zou waarschijnlijk een account nog moeten maken. En dan kies je het design die je wil maken. In dit geval is het YouTube thumbnails. Je hebt hier heel veel andere voorgeprogrammeerde designs. Dus voor al je andere media, niet alleen voor de video. We gaan een YouTube thumbnail maken. Dan krijg je een nieuw project en een lege kadertje. Vervolgens heb je hier aan de zijkant veel mogelijkheden. Je kan een plaatjes gaan zoeken. Je kan een layout kiezen. Deze zijn layouts voor YouTube. Je kan een van deze kiezen en gebruiken en alles aanpassen. Kleuren, teksten, foto's. Dus ga maar lekker mee spelen. De andere zijn om zelf te maken. Je kan elementen toevoegen in jouw ontwerpen. Je kan tekst kiezen en toevoegen of gewoon en aanpassen of iets van deze mogelijkheden. Heel veel gratis. Je kan de kleuren kiezen of een texture voor onder jouw design. Uiteraard kan je ook alle kleuren aanpassen. Ik begin van een lege kadertje. Ik heb eerder een paar foto's gedownload. Dat doe je heel eenvoudig, gewoon upload your own images. En dan ga je zoeken naar de foto die je eventueel wil gebruiken. Ik heb al deze gepakt. Dubbelklik. Nou, hij is zo en zo niet in de maat die je wil. Dus we gaan trekken. Hij moet in ieder geval groot genoeg zijn om dat te dekken. Ik heb foto vergroot, maar hij is natuurlijk te groot, want ik wil nog ergens mijn titel zetten. Dus ik ga kroppen doen. Dan krijg je een kadertje, die kan je zelf kiezen hoe groot wil je dat foto gebruiken. Stel ongeveer zoiets. Iets kleiner misschien. Zo. Vind ik goede grootte op dit moment. Klik ik op OK. Schuif ik de foto even naar links. En hier wil ik mijn titel aanmaken. Voor mijn cursus ga ik naar tekst. Ik kan een van de voorgeprogrammeerde kiezen. Ik ga gewoon zelf iets aanmaken. Schuif ik lekker naar die lege ruimte. En mijn titel is Selfmade Succes. Titel wil ik in de lettertype die ik ook in de cursus gebruik. En dat is Railway. Zoals je kan zien heeft Canva heel veel lettertypes om te kiezen. Ja, ik wil gewoon Railway. En hij is aangemaakt. Ik wil hem uiteraard wat dikker en groter hebben. Die kan ik ook hier aanpassen. En dan wil ik ondertitel maken. Deze kopiëren. Even naar beneden slepen. Lekker echt onder elkaar. En ik pas de ondertitel aan naar zichtbaar met zakelijk vloggen. Zo. Ondertitel iets kleiner maken. Kan allemaal. Andere kleuren geven. Ik gebruik in de cursus groene kleur. Dus ik maak hem zo. Gewoon even groen. Hetzelfde groen. Je kan ook de kleuren aanpassen. Klik je op de plusje. En dan kan je of de kleurcode invoegen. Of gewoon hier zelf spelen. Kijken welke je leuk vindt. Vervolgens zou je misschien een achtergrondje willen toevoegen, want zo wit, dat valt echt op YouTube en Google straks niet op. Dan ga je naar de background en kies je een kleurpalet eerst, iets in geel. Het speelt niet zo lekker mooi met mijn achtergrond hier, dus die kan ik uiteraard ook aanpassen. Een plusje en dan zoek ik iets leuks in deze
spectrum. Ja, zeg maar dit, bijvoorbeeld. En zo heb ik een titel, dus de thumbnail, dus de videominiatuur, aangemaakt voor de eerste video van mijn cursus bijvoorbeeld. En dan, als je deze layout klaar hebt, en je wil uiteraard herkenbaar zijn online, dan kan je deze kopiëren, een beetje aanpassen, dat ze allemaal opvallend op elkaar lijken, maar toch anders zijn. Want zo is het makkelijk te identificeren dat ze allemaal van jou zijn. Dat kan je doen, hier op copy te klikken, dan krijg je hetzelfde onderwerp onderaan. Dan wil ik deze foto niet, deleten. Dan wil ik bijvoorbeeld deze foto. Groter. Schuiven. Uiteraard achtergrondkleur aanpassen. Misschien is deze kant. Stel dat je dit leuk vindt. Titel aanpassen. Les 1. Wat heb je nodig om vlog te maken? De kleuren die passen me niet, maar zo ga je lekker spelen, lekker dingen aanpassen, wat je mooi vindt en wat bij jou past. Dat kan ietsje groter, dat het een beetje opvalt. Ze kan ietsje hoger. Of misschien een beetje breder. Ziet die leuker uit. Hier op plusje en minusje kan je die onderwerp kleiner of groter maken. Online zitten de thumbnails ongeveer zo groot. In de YouTube soms ietsje groter. Maar zo controleer je of je titel en alles goed leesbaar is en goed opvallend. Nou, deze zou beter kunnen, maar dan mag je zelf met je thumbnails lekker gaan spelen. Thumbnails zijn belangrijk omdat het jouw stijl wordt en dan word je makkelijk online herkend. Thumbnails zijn onderscheidend voor jouw vlog. Deze thumbnail, dat is een plaatje die mensen online krijgen te zien voor ze op de playknop drukken. Dus dat is niet een van de lelijke plaatjes die YouTube voor jou kiest uit je video. Maar iets wat je zelf in de handen hebt. En dat is belangrijk. Zeker voor je marketing en voor je zichtbaarheid. Je wil hem nog downloaden. Dat doe je hier. JPEG kan je echt overal gebruiken. Ook in je editprogramma. Kies je of je alle pagina's of alleen één van de onderwerpen wil downloaden. En klik maar op. Het duurt heel eventjes. En hij wordt in je download bewaard. Daar zijn ze alle twee. Deze importeer je in je afbeeldingenmapje. Dat is er altijd bij de hand heb. Als je gaat naar Facebook of ergens anders met je vlog. En uiteraard in je editproject. Veel succes met mooie thumbnails te maken.